Evi van Akker de nummer 1 op de wereldranglijst in de laserklasse. We gingen met haar de Noordzee op, maar dan wel met een kajuitboot van de Vlaamse Zeezeilschool in Nieuwpoort. Haar boot ligt in het buitenland en er is bovendien niet genoeg plaats om een cameraploeg mee te nemen. Van Akker doet volgende maand een gooi naar de wereldtitel in het Australische Perth. Ze behoort als nummer 1 in ieder geval bij de favorieten, want in juni werd ze ook nog eens voor de derde keer Europees kampioene. Ik ben een beetje gestopt met zeggen dat ik voor goud mik. Natuurlijk wil ik winnen. En er zijn nog een paar andere zeilsters die echt wel een grote kans maken om te winnen. Maar ik ga wel zeker voor een medaille. En het liefst een gouden. Maar we zien wel waar we eindigen. En er zijn zoveel dingen die mee kunnen zitten of die niet mee kunnen zitten. Dus dat is heel moeilijk om dat op voorhand te zeggen. Maar ik doe er wel alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen. Het WK zal een goed beeld vormen wat Van Akker zal kunnen verwachten van de Olympische Spelen. Het grote doel van 2012. Het WK is altijd belangrijk en nu is het ook extra belangrijk omdat we daar het land kunnen plaatsen voor de Spelen. Dus ik ben eigenlijk al geplaatst voor België, maar ik moet wel nog voldoen aan de internationale criteria. En daarvoor moet ik binnen de 29 landen eindigen op het WK nu in december. Ja, ik reken erop dat dat geen probleem gaat zijn, maar ja, ik kan altijd ziek vallen of mijn been breken of zo. Ik ga er niet van uit, maar in die zin is het wel heel belangrijk. En als mij dat lukt, dan ben ik ook zeker van mijn kwalificatie voor Londen. Laten wij er dan ook maar van uitgaan dat die kwalificatie geen probleem zal zijn. Voor Van Akker zullen het dan de tweede Spelen zijn, na die van Beijing 2008. Daar eindigde ze op een 8e plek. Ik mik natuurlijk op een medaille. Ik denk dat heel België dat ook hoopt. Ik word toch naar voren geschoven als een van de medaillekandidaten. Het is niet altijd even leuk, maar het is wel zo. En ik probeer daar gewoon rustig mee om te gaan. En veel stress heb ik momenteel niet. Ik kan maar trainen en alles eraan doen om zo hoog mogelijk te eindigen daar. Maar ik denk wel dat het vertrouwen veel groter is dan 4 jaar geleden. Toen wij met Evi op zee gingen, was het weer allesbehalve. 5 bevoor uit het westen, golven tot 3 meter en regen. Als dit ook zeilen is, dan zouden wij het in ieder geval niet zo lang volhouden. Soms heb ik er wel eventjes genoeg van en dan merk ik wel van wow, het is echt tijd om even iets anders te doen. Maar dan als ik bijvoorbeeld 2 maanden thuis zit, dan is het van ha, ik wil gaan zeilen, ik wil weer op het water. Want zo thuis zitten, dat is toch wel heel moeilijk. Zeker nu in het pre-Olympisch jaar. Als ik echt lang niet zeil, dan begint het wel weer te kriebelen. Ja. Vandaag ben je mee geweest met een gewone kajuitboot. Is dat helemaal anders dan hetgeen waar jij mee zeilt? Ja, dat is echt helemaal anders. Het is eerst en vooral veel groter. Alles gaat veel trager. Dus als je echt iets doet op de boot, dan duurt het veel langer voordat het effect heeft op de boot. Het schommelt veel meer. Het is niet zozeer mijn ding. Ik denk ook omdat ik ben gewend van heel veel snelheid te ervaren in een boot. En dat is veel moeilijker op zo'n grote boot. Maar ik vond het heel tof. Het weer zat niet mee, maar het was toch een leuke ervaring. Ja.